En we gaan een kerstboom halen. Een neppe of een echte? Dat weten we nog dat niet. Dat weten we nog niet. Een leuke poll. Is een kerstboom een echte of een neppe? Welke is milieuvriendelijker? Ik dacht welke is leuker, maar mama gaat met hem. Is milieuvriendelijker. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag 5e volgens mij. En ik ben aan het bijten. Deze wallen zijn enorm. Maar ik ben even aan het wakker worden met mijn vlogmes van Sabrina. Brood met speculaas. Ik weet niet of dit een ding is dat ik alleen eet. Maar brood met speculaas. En een kopje koffie. Ik moet zo meteen werken. Peppa thee. 9:30 tot 18:00. Dus dan ben ik weer lekker bezig. Ik moet iets meer mijn normale dagelijkse dingen gaan filmen. Maar ik moet even beter worden in vloggen. Dus bij deze. Ik ben aan het ontbijten. Oh ja, en ik heb 2 nieuwe lippenstiften. Eentje daarvan had ik al. Deze. En die droeg ik elke dag. Alleen hij was ineens weg. Toen ging ik gisteren halen met de cadeaubon van Ethos. En toen was het 1+1 gratis. Dus ik heb 2 gratis lippenstiften. En dat vind ik super chill. Oh, ik dacht dat hij omhoog zat. Ik ga nu naar mijn werk fietsen. En dan eerst even pakketjes brengen. Ik ben al iets te laat, omdat ik eigenlijk sneller wilde doen, maar dingen. Dus dat ga ik doen. Daarna fiets ik naar werk. Maar mijn zus had een heel leuk pak. Zo'n fluffy pak van de kruidvat voor 10 euro gehaald. Dus ik ga even kijken of ik er ook in kan vinden. Er zat eentje met ijsbeertjes. Dat cute. Ze zei, ga ook even kijken. Dus ik ga even kijken. En ik luister kerstmuziek. Ik ben echt blij met die lippenstift. Je ziet het nu beter. Die ander was blijkbaar toch een donkere nude. En dit is echt meer... Godverdamme. Tuurlijk. Ziek irritant. Oké. Okay. Haar zit super kut. Echt, als jullie mijn muziek hoorden, dan maakt het deze situatie nog stressvoller. Oh, het is uitgegaan. Nou, dat wil ik ook weer net niet. Begin dus om 10:30. Het is nu 9:30 ongeveer. Het zou toch wel moeten lukken. Viel eruit. Ja, dan heb ik geen muziek meer natuurlijk. Maar gaat het allemaal fout hier, oh? Het is koud. Poten zijn koud. Zaterdag gaan we... Ja. Mama wil de kerstboom halen. We gaan waarschijnlijk naar de Eurofleur voor de kerstshow. En zondag hebben we een speciale first kiss vertoning met Marije. In Amersfoort. Gaat de hele zaal opvuren als het goed is. Dat is ook leuk. Dit is moeilijk. Ik vind deze wel cute, eerlijk gezegd. Nou, ik ben ook meteen heel wat ouder. Nou, ook armer. Lekker. Nou, ik had gehoopt dat ik een van mijn pakketjes in een brievenbuspakketje kon smokkelen. Maar nee, hij paste er niet doorheen. Dus ik moest dubbel verzendkosten betalen. Yay! En de prijs zelf van mijn pakketje voor zeg maar die persoon was ook gewoon 6,50. Dus ik ben er nu volgens mij echt van 12 euro aan kwijt. Top! Nou ja, eigen schuld, dikke wild. En ik heb dus... een pak gehaald. Maar toen dacht ik, ja, Ro heeft er nu 1. Dan haal ik er 1 en mama geen. Dus ik heb er maar 2 gehaald. Allebei XL. Maar ik hou altijd van oversized. Maar ik moet even kijken of ze überhaupt 1 van de 2 wel gewoon past. Maar ja, nou ja, we gaan het zien. Toen heeft mama een verlaat, of nee ja, eigenlijk een Sinterklaas kerstcadeau. Heerlijk. En nu ga ik fietsen naar werk. Joe. Mama is aan het omkleden in mijn... Hallo. Eerste reactie? Ik ben een beetje te dik. Maar goed, ik moet afvallen. Is dat nou echt je eerste reactie? Nou. Maar hij is wel lekker toch? Ja, een beetje kort. Oh. Heb je dat ook? Zo kort is? Nee. Oh. Of nou ja. Er zit een elletje in een XL-pakverpakking. Dat weet ik niet, man. Leuk. Waarom nou die rok erbij, man? Nou, op zich, hij zit natuurlijk iets strakker dan bij mij, maar ik vind hem wel leuk. Iets strakker dan bij jou. Maar mam, vind je hem lekker zitten verder? Leuk, hij zit heerlijk. En ik heb er ook een aan. Ik heb eentje met een L. Oh, je hebt een ander stofje. Ja, ik weet niet precies, want het was allemaal van dezelfde. Ik heb ook een XL-rol. Believe in your dreams. Nou, dat is wel goed, toch? Ik heb ijsberen. En Ro heeft ijsberen. En een tientje bij de kruidvat, hè? Ja, jongens. Dat vind ik een best mooi prijsje. Ik heb deze van de Van Haren. Voor 12 euro was dat. Dus ik ben helemaal...
goedkoop, cozy, aangekleed. Dus het kan. En ik heb net van Zafoe een trui binnengekregen. En ik zat er net al in, maar ik ga denk ik morgen mijn eerste video in filmen. En hij is heel leuk. Hoi Cooper. Hey. Cooper was pas jarig. Ja. Hij heet helemaal geen Albert, jongens. Hij heet Albert. Oké, rustig. Wow, mama heeft een toetje gehaald. Ik heb het gezien. Oeh, ik viel bijna. Maar dat vind ik wel heftig dat dit alsof een XL is. Maar het zit wel heel lekker. Dus, tip. Kruidvat. Ik vind het wel heftig om mijn haar te knippen. En deze heb ik van de Zafoe. Dat was volgens mij 15 euro. Hij zit goed. Ik zal het morgen ga ik hem aandoen. Dus dan laat ik het wel zien hoe die staat. En ik heb dit van werk gehad. Een presentje van Sinterklaas. Heerlijk. En we hebben natuurlijk nog gevulde speculaas. Die hebben we wel gisteren een stukje van gegeten. Ja, dat is. Dus toch nog wel over, denk ik. Jawel. Koepje, zal ik voor je eten halen? Ga je mee eten halen? Oh. Even strekken, want ja, hè. Een pakje. Kom eens, Koep. Hou jij hem vast? Hap, hap. Kan dit. Cooper, pak jij het bakje? Koepje. Oh, jezus. Ja, goed zo. Oh, nee. Pak het bakje. Oh, ja. Goed zo. Nee, niet. Pak het bakje. Pak het bakje. Ja, goed zo. Als je koud pak, hou het bakje dan gewoon vast. Pak het bakje. Thanks. Maat. Nee. Pak het bakje. Oeh. Pak het bakje. Pak hem. Ja. I love you. You're such a great boy. Thanks. Ga maar. Die snelheid ook. En hapske voor manneke. Zitten. Ga maar zitten. Goed zo. Ja. Ga maar eten. Ja, ga maar. Mama is al afgehaakt. Ik was bijna. Oh. Heb je ook wel eens dat je onscherp bent? Dat je in de avond je ineens super fab voelt. Oké, met mijn haar niet vast. Maar als ik het los heb, dan voel ik me ineens super zwoel en hot. En als je dan de volgende dag wakker wordt, dan is dat hele glinster is verdwenen. Op een of andere manier, als je dan je make-up af gaat halen, precies daarvoor voel je helemaal rot. Ik weet niet. Misschien is het een ding dat ik soms voel. Maar let me know. Ik weet niet of ik de enige ben. Maar soms dan heb ik gewoon in de avond dat ik ineens denk, wow, looking fresh. Heb ik er zo de hele dag uitgezien? Nee. Maar dat dus. Het is nu 9:15. Ik ben dus aan het overwegen om mijn haar te knippen om weer fresh en korter te gaan. Maar ik weet niet of ik het aandurf. Want het is eindelijk een mooie lange lengte. En dan ga ik het weer afknippen natuurlijk. Terwijl ik de hele tijd liep te zeiken dat ik nooit lang haar heb. Ik weet het niet. Nu heb ik nog een restantje make-up van vandaag. En dat gaan we er lekker vanaf halen. Met mijn Garnier. Maar we hebben nog iets van 15 flessen Garnier in de kast liggen. Die ik heb gewonnen ooit. I am koud now. Oké, nu ga ik slapen. Het is denk ik nu 30:30. Goedemorgen jongens. Het is 9:05. Het is donderdag. En wallen. Ik heb weer lekker mijn pakje aangedaan. En ik ben van plan om lekker te gaan filmen en te gaan editen vandaag. Ik heb minstens 3 video's op de planning die ik wil gaan filmen. Ik wil weekvlog afmaken en uploaden alvast voor zondag. Dus ik heb genoeg te doen. Dus ik heb er zin in ook om even lekker weer met YouTube bezig te zijn. Ik ga eerst even koffie maken. Even ontbijten en dan kunnen we beginnen. Ik heb ook niet zoveel tijd deze maand voor YouTube. Ik moet zoveel werken zometeen. En dan ben ik gewoon kapot. Ik merk nu al dat ik een beetje keelpijn heb. Dus dat is helemaal top. Nou, ik heb net 2 video's gefilmd. Het is nu 11:45. En op een of andere manier ben ik helemaal kapot. Dus ik neem even een uurtje tot 1.5 uur een break om even te lunchen. Ik had ook echt maar alleen appel gegeten, dus fair enough. Heb honger. Bates Motel kijken, denk ik. Ga ik daarna beginnen met editen. Ik had dinsdagavond met Ro een pokeball gehaald. En I swear, dit is zo lekker. Maar ik had ze nog een beetje over en ik zit nu beetje in dilemma of het nog goed is. Maar ik ga de gok wagen. Het is nu donderdagochtend. Dus
niet super lang. Maar ik hoop dat het niet te raar is. Ik ben nu al een beetje, nou niet ziek hoor, maar gewoon dat je soort van iets voelt opkomen. Ik moet meteen super veel werken in december. Dus ik heb geen tijd om ziek te zijn überhaupt. Dus ik moet even goed blijven. En iets meer slapen en iets meer water drinken. En vitaminepillen en zo. Ik zie er wel lekker gezond qua huid uit nu. Ik ben nu beter model aan het kijken. Eerste aflevering van seizoen 3. Er staan 4 seizoenen op. Maar er zijn 6 seizoenen. En ik vind het wel spannend. My dad. Our dad, he was the most violent man I've ever known. There was no place safe for us. For me and mom. Yo! Ik ben weer lekker al into kerstmuziek. Oh. Het is vandaag vrijdag 7 december, kort voor 11. Ik heb iets langer uitgeslapen vandaag. Want ik merkte dat ik een beetje beginnende keelpijn en een beetje snotneus. Dat is natuurlijk helemaal top. Dus ik heb al mijn vitaminepillen hier liggen. Dus dat is wel een beetje kut. Maar we moeten maar even gewoon... het wordt deze maand wordt zeg maar thuis, cozy, kerstig. Slapen en werk. That's it. Dan moet ik vanavond werken om 17:15. Ik moet nog iets filmen voor een auditie die ik volgende week heb. Bij de paté, dus dat ga ik ook doen. En nog even denk ik zelf gewoon chill even ergens eten. Want anders dan ik hier eet en dan eet ik weer heel vroeg. En dan ik geef mezelf eventjes een lekker momentje. Niet duur, maar gewoon even lekker ergens eten. En dan ga ik door naar de paté. Oh ja, ik was gisteren naar Mortal Engines. Heb ik niet gevlogd dit keer. Ik... wel heel vaak dat ik in mijn vlogs naar de film ga. En ik vond hem verrassend tof. Ik vond hem echt... echt leuk. En ik had op zich niet verwacht dat ik hem niet leuk zou vinden. Maar ik vond hem gewoon leuker dan verwacht. Het zat tof in elkaar. Maar nee, het was gewoon echt een toffe film. Oh, ik ben een beetje low energy vandaag. Maar ik besefte me dat ik nog iets moest laten zien. Jezus. Het komt los of het wordt juist erger. Ik weet het niet. Maar... wat schattig dit. En daar zit dus die kaars in. Ik had het gisteren over de kaars van Ethos. En ik ga denk ik zo even langs Ethos. En mijn moeder zei dat het rook als een beetje van die kerkkaarsen. I don't know of dat klopt. Maar het is een hele lekkere geur. Dus ik heb er al eentje. Maar je kan ze dus blijkbaar sparen. Dus ik ga vanmiddag even kijken of ik alvast een, hoe heet het? Een zo'n spaarkaart kan fixen. En dan, nice. How cute. Oké, dus ik heb het... je ziet niks. Stel scherp. Ik heb de spaarkaart en... what's up? Oh, dit ging soepel. 7 stickers nodig om eentje te krijgen. Nu krijgen we elke 5 euro een sticker. Dus, oh wow, lekker dichtbij. Ik heb ook nog een Ethos spaarkaart met een paar euro erop. En ook wel nog Head & Shoulders nodig. Dus die ga ik denk ik halen. Moet ik even iets erbij halen, zodat ik die 5 euro haal. Ah, avocado. How cute. Oké, dus waar is de... oh, tweede halve prijs. Nou, dan doe ik dat. Oké, 2 keer. Ik ben die ook weer. Want dit werkt echt. Het is wel agressief spul, maar het werkt echt. En dan krijg ik hopelijk 2 stickers. Of niet. Ik weet niet. Kijk wel. Nou, ik ben iets wat te vroeg bij werk. Maar ik dacht, ik ga maar even gewoon hier zitten. Ik heb 2 stickers. How cute. En je kan dus verschillende geuren. Leaves, apple pie, cherry blossom. Kerstshopping. Zeg even in welke auto je zit. Mazda, maar voor de rest weet ik niet. Mazda. CX-5. CX-5. Wil je daar meer over weten? Kijk dan op femfrontaal.nl. Goed zo! En we gaan een kerstboom halen. Een neppe of een echte? Dat weten we nog niet. Dat weten ze nog niet. Maar ik denk dat een kleine kerstboom ook leuker is in ons huis. Wat we zijn. Een volle baby kerstboom, zeg maar. Een groeiende baby kerstboom. Een droom is een kerstboom. Ja. Voor de mij deze hobbel in mijn eigen auto is echt niet op. Nee, en waarschijnlijk is hij hier zo relaxed. Subtiel. Tyfus, wat druk! Oh, oké. Okay. Kan je nog een breder bochtje nemen? Tering. Dat was gewoon... ja, ik achter het stuur. Alsjeblieft. Achter het stuur, ja. Kerstbomen! Kerst! Yay! Dat wordt hem. Droomus. Naar de Efteling gaan hoor. Op de zo. Rijd je wel.
Baby kerstboom. Het is ook leuk. Mistletoe moeten we halen dan nu, ja. Eindelijk. Eindelijk een foto met echte mistletoe. Een berenhoofd. In uw kerstboom. Ik vind hem best cute. Hij is van de Witte Huis, Grote Witte Huis. Ja. Lijkt hij op. Blauw huis. Blauw huis. Kijk, dit is ook een nepper, maar misschien hoe mooi je takken zijn. Ik vind deze ook wel leuk. Oh, dit is ook een mooie. Oh ja. Het is net iets hoger dan die ander. Doos nummer 6. Hier wel. Hoe is hier? Een stuk duurder. Oh, er zitten andere tussen. Ja. Oh. Gewoon afgeknipte dingetjes. Wat grappig. Als er weer sneeuw op zit. Dit wordt hem. Toch? Ik wel. Nice. Dat is hem. Doos 56. Warford, ja. Ja? Ja. Ja. Waar zien jullie in hem? Oh, daar. Ja, oké. Okay. Yay. Ja. Laten zien wat we hebben. Wie hebben we? Ja, ik ben nog niet zeker waar we deze nou willen ophangen, maar een deze gehaald. Voor aan de deur, dacht ik. Buitenkant, binnenkant. Deze hebben we gehaald en daar zitten geurtjes in. En ik ruik naar appelkaneel, gewoon wintergeuren. En daarbij deze. En dan kan je dan een vaccinelichtje in doen. En dan daarin die geurtjes. En dan heb je lekker geurtjes. Christmas decorations. Zoals jingle bells. Chocolademelk voor mij. En deze. Kijken. How cute! Ho ho ho. Dit is heel lekker. Cider spices. Cider. Dan kan je koffie, chocolademelk, overal. Dat is echt nice.